Ik was meegesleept met het heel interessante betoog en realiseerde me net van, oh ja, nou moet ik inderdaad u ook nog een half uurtje zien te boeien. En wat ik wil vragen is, voor het tweede deel van deze avond, laten we Nederland verlaten. Laten we wat er gebeurt in onze eigen samenleving in het achterhoofd meenemen. Maar laten we ons concentreren op datgene wat er op dit moment speelt aan de andere kant van de wereld. En soms moet je ambitieus zijn. Hè. Laten we kijken naar wat er op dit moment gebeurt in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. In een half uur moet je daar toch iets verstandigs over kunnen zeggen. In het begin dacht ik van we moeten het hebben over migratie. Ik had ook gedacht dat Paul Snabel daarover sprak. En ik dacht van misschien moet ik beginnen te zeggen van er is al een hele periode waarin we eraan gewend zijn geraakt dat er Aziaten, Afrikanen en Latijns-Amerikanen over de wereld migreren. En de belangrijkste bestemmingsgebieden zijn dan de golfstaten. Hè. Vanuit Azië wordt er vooral naar de golfstaten gemigreerd. Vanuit Afrika wordt er steeds vaker naar Europa gemigreerd en vanuit Latijns-Amerika natuurlijk al een hele periode naar de Verenigde Staten. En ik dacht dat is een mooie aanzet om vervolgens te zeggen van op dit moment is een soort tegenbeweging bezig. Hè. De migranten komen naar ons toe, maar gelijktijdig vanuit de bestemmingsgebieden die ik net noemde is er eigenlijk een soort investeringsgolf over de wereld bezig. Landen zoals de Golfstaten, maar ook bedrijven uit de Verenigde Staten en Europa zijn op dit moment op zoek naar gigantische arealen grond. Met name in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. En waarvoor wordt die grond gebruikt? Die grond wordt gebruikt enerzijds voor voedselgewassen als een soort oplossing voor de voedselcrisis. En anderzijds biobrandstoffen als een soort reactie op de klimaatcrisis. Dus een beweging en een tegenbeweging. Ik wil vanavond in de komende 20, 25 minuten praten over wat deze trend betekent voor duurzaamheid. We hebben het over duurzaamheid als wereldbeeld. En ik wil daarbij een onderscheid maken tussen de gevolgen voor de ecologische, de sociale en de economische duurzaamheid. Ik wil laten zien dat globalisering gepaard lijkt te gaan met enerzijds nieuwe mobiliteit, waar ik het net over had, maar ook met nieuwe schaarste. En ik wil laten zien dat globalisering verbindt, maar dat het ook leidt tot fragmentatie. Maar laat ik eerst een hele korte introductie geven. Mijn naam is inderdaad Annelies Somers, ik ben hoogleraar International Development Studies en ik ben ontwikkelingsgeograaf. En dat is inderdaad anders dan sociologen, wij zijn wat ruimtelijker ingesteld. En als ik nou kijk, en dan wil ik toch heel eventjes kort stilstaan bij het feit dat binnen het vakgebied en het denken over ontwikkeling zijn er de afgelopen 50 jaar hele grote veranderingen opgetreden. En daar zal ik heel weinig over zeggen, maar in ieder geval tijdens mijn eigen studie ging het nog voor een groot deel om het moderniseringsdenken en dependentia. Hè, de periode waarin we eigenlijk ervan uitgingen dat er maar één ontwikkelingsmodel is, één ontwikkelingspad. En als je maar in landen genoeg kapitaal stopt en genoeg technologie, dan komt het vanzelf goed. Er werd in ieder geval niet moeilijk gedaan en onder ontwikkeling werd gezien als een soort fase. Hè. Uiteindelijk zou het allemaal ontwikkelen net zoals de westerse wereld zich had ontwikkeld. Nou, vanaf de jaren 80, en dat is eigenlijk de periode waarin ik zelf begon te werken en werkzaam was ook in ontwikkelingssamenwerking, stond het neoliberale denken centraal vanaf de jaren 80. En ik noem dat, want het onderwerp waar ik vandaag over spreek is voor een heel groot deel het gevolg van wat er in die periode is gebeurd. Namelijk zoveel mogelijk werd er aan de markt overgelaten, de overheid moest worden teruggedrongen, er werd gedereguleerd. En als het gaat om bijvoorbeeld de natuur, hè, land en water, was het idee dat je moest zorgen dat de hef er was sprake van een commoditization van de natuur. Alles werd gezien als handelswaar. En als je dingen aan de markt over zou laten, dan zou het eigenlijk uiteindelijk het beste uitpakken. Nou, je ziet langzamerhand wat meer aandacht voor duurzaamheid. En in de tweede fase van de neoliberale periode zie je dat de governance agenda opkomt. En men wordt zich steeds meer bewust van het feit dat het te gemakkelijk
is om te zeggen, we hebben geen staat nodig. We werden ons steeds meer bewust van het feit dat in ieder geval een lokale overheid wel een hele belangrijke rol zou moeten vervullen. En dat er, ja, als het ook om natuur ging, dat je moest kunnen beschikken over allerlei beheersinstrumenten. Maar op dit moment, ook als ik praat over mijn eigen vakgebied, wordt ontwikkeling in hele sterke mate bestudeerd in een context van globalisering. En dat betekent, dat heeft ook te maken met wat net aan de orde werd gesteld, de opkomst van China, India, Brazilië, et cetera. We zijn ons van bewust dat het niet zozeer gaat om minder of meer ontwikkeling, maar tegenwoordig hebben we ook steeds meer oog voor de vraag van wat voor soort ontwikkeling. We hebben wat meer oog voor de culturele aspecten van de ontwikkeling. Maar gelijktijdig door die globaliseringsagenda zie je ook dat er een verschuiving plaatsvindt weg van het denken over ontwikkeling. Meer in de richting van het denken over allerlei global issues zoals klimaatverandering, migratie, etc. Ook bij wijze van introductie wou ik heel even stilstaan bij het feit dat er in de loop van de tijd ook heel anders is gesproken en nagedacht over armoede. Zeker beleidsmakers, als het gaat over ontwikkelingsproblematiek, worden de armen heel vaak neergezet als een groep slachtoffers, mensen die niet levensvatbaar zijn. Maar ik moet zeggen dat zeker in ontwikkelingsgeografie, ook antropologie, hebben wij in ons onderzoek steeds vaker een actor georiënteerde benadering omarmd. Wij karakteriseren, we zetten de mens centraal in het denken over ontwikkeling. We erkennen dat mensen allemaal hun eigen aspiraties hebben. En dat is wel interessant, omdat ik nu ook over kapitalen ga praten. Waar altijd de neiging bestond om arme mensen te karakteriseren op basis van de dingen die ze niet hadden, zijn wij geneigd om inderdaad te kijken naar wat mensen wel hebben. En inderdaad krijg je dan de rits van mensen hebben in ieder geval natuurlijk kapitaal, ze hebben sociaal kapitaal, ze hebben cultureel kapitaal, menselijk kapitaal, et cetera. Maar in tegenstelling tot de vorige spreker, in ons vakgebied zien we het niet als iets heel symbolisch. Wij proberen het echt te gebruiken als een analytisch tool. En wij zien bijvoorbeeld in mijn eigen onderzoek in de Andes, zie je dat als mensen te weinig toegang hebben tot land, eigenlijk toegang hebben tot te weinig natuurlijk kapitaal, dat mensen binnen huishouden in staat zijn om dat te compenseren door bijvoorbeeld te migreren. Dus wij zijn vooral geïnteresseerd in de manier waarop die kapitalen met elkaar zijn verbonden. Op het moment dat je te weinig toegang hebt tot land, dan organiseer je een feest om op die manier je sociaal kapitaal te ontwikkelen. En als je eenmaal veel vrienden hebt, dan verschaf je jezelf in ieder geval van allerlei safety valves die je kan gebruiken op het moment dat je echt in crisis bent. Maar in ieder geval vergeleken met vroeger hebben wij veel meer aandacht voor dynamiek. Het feit dat mensen niet hun hele leven arm zijn of hun hele leven rijk. Dat zij allerlei ontwikkelingen doormaken. Periodes gaat het goed met ze, periodes gaat het slecht met ze. Dat bij wijze van een korte introductie. En ik wil hier beginnen met het echte onderwerp, de Global Land Rush, wat ik net eigenlijk al heb geïntroduceerd, of ook wel door anderen genoemd, de Land Grab. Maar daar wil ik al bij zeggen dat de indruk wekt dat het iets illegaals is, iets slechts. En in ieder geval op basis van al het onderzoek wat de afgelopen maanden is gedaan, is er geconstateerd dat heel veel wat er nu gebeurt gewoon legaal is. Dus het woord grab is niet helemaal terecht. Waar gaat het om? Het gaat om het feit dat sinds 2007, 2008, en dat komt door de voedsel- en klimaatcrisis, een internationale rush naar land is ontstaan. Rijke landen met zelf heel weinig landbouwareaal en een grote bevolking, zoals bijvoorbeeld de Golfstaten, Saoedi-Arabië, maar ook de Golfstaten, omdat daar natuurlijk een hele grote migrantenbevolking is die daar het werk doet. Zuid-Korea, Japan, China, maar ook de bedrijven uit de Verenigde Staten en Europa, die zijn op zoek gegaan in Afrika om inderdaad land te kopen of te leasen en dit te bestemmen voor ofwel voedselexport of de productie van biobrandstoffen. En dan hebben we het over landen zoals Soedan, over Ethiopië, Madagaskar, Mozambique, Tanzania. Er zijn heel veel landen bij betrokken.
Er is veel onderzoek gedaan en veel discussie geweest over hoeveel land het nou ging. Is het eigenlijk wel een echt grootschalig verschijnsel of valt het wel mee? Nou, op basis van heel veel studies is uiteindelijk de conclusie getrokken een paar maanden geleden dat in Afrika het gaat om een areaal van ongeveer 45 miljoen hectare. Ik wil, voordat ik daar verder op wil ik in ieder geval benadrukken dat dit een verschijnsel is wat niet uit de lucht is komen vallen. Het feit dat er door deze landen zo gigantisch wordt geïnvesteerd in Afrika is eigenlijk het gevolg van beleid zoals dat in de afgelopen periode is gevoerd. In ieder geval is het een feit dat neoliberaal beleid, ik heb net al gezegd, is er heel veel nadruk gelegd op het liberaliseren van grondmarkten. Dus als je daar heel lang op inzet, dan krijg je een moment waarop overheden inderdaad ervoor hebben gezorgd dat die grondmarkten zijn geliberaliseerd. En op dit moment in heel veel Afrikaanse landen is het op dit moment heel gemakkelijk om als buitenlander of als gewoon nationale investeerder eigenaar te worden van land. Anderzijds is er in het kader van good governance discussies heel veel druk uitgeoefend op heel veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, onder andere ook door de Wereldbank, dat ze moesten zorgen voor een gunstig ondernemersklimaat. Want het aantrekken van buitenlandse investeringen werd gezien als een belangrijke voorwaarde voor het kunnen realiseren van die economische groei. En zeker pro-poor growth, dat kon alleen maar als er sprake was van economische groei. En om dat mogelijk te maken, moet je natuurlijk zorgen dat investeerders geïnteresseerd zijn om het geld naar jouw land toe te brengen. In de afgelopen periode is heel veel debat gevoerd over de wenselijkheid van deze ontwikkeling. En er zijn ook heel veel krantenartikelen aangeweid en ook radio- en televisieprogramma's werd in ieder geval flink ingezoomd op deze nieuwe landgrab, die ook wel landjepik werd genoemd, maar ik noem het wat neutraler de Global Land Rush. Je hebt twee groepen, dat maakt het altijd overzichtelijk. Je hebt een groep voorstanders en je hebt een groep tegenstanders. De voorstanders benadrukken dat het goed is dat eindelijk weer eens in de landbouw wordt geïnvesteerd. Want het is een feit dat in de neoliberale periode, vanaf de jaren 80, steeds minder in de Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landbouw is geïnvesteerd. Dus de voorstanders zeggen het is goed dat er weer wordt geïnvesteerd. Het is ook goed, als er wordt geïnvesteerd, dan wordt er werkgelegenheid gegenereerd, dan wordt er infrastructuur gebouwd. En als je er maar voor zorgt dat die investeringen, als er rondom die investeringen goede afspraken worden gemaakt, responsible investment, dan kan de lokale bevolking daar wel van profiteren. Dus daar is een win-win te behalen. De tegenstanders constateren dat goede afspraken niet worden nageleefd of niet gemaakt kunnen worden. Dat het vaak om ongelijke partners gaat. En dat in heel veel gevallen die investeringen ten koste gaan van de lokale bevolking die enclosed wordt of displaced. Verplicht worden om naar andere plekken te gaan. En de conclusie van de tegenstander is dat dit soort investeringen moet stoppen. En er wordt ook verwezen natuurlijk naar de ethische kwestie van is het ethisch om in een land waar honger plaatsvindt, waar soms honger wordt geleden, om daar nou voedsel te verbouwen wat vervolgens wordt geëxporteerd. Nou, daar valt heel veel over te zeggen over voorstanders en de tegenstanders. Maar waar ik in ieder geval nu bij stil wil staan is dat in de debatten wordt vooral gesproken over de landaankopen voor voedsel en voor biofuels. Maar wereldwijd, en dat wil ik benadrukken, blijkt het te gaan over een veel groter en ook een veel agressiever proces dan in ieder geval in de media op dit moment wordt voorgesteld. Om te beginnen, het gaat natuurlijk niet alleen om Afrika. Ik zei steeds 45 miljoen in Afrika. Het gaat natuurlijk ook over Zuid-Amerika en ook over Azië. En we weten allemaal dat waar het gaat om de sojateelt in Zuid-Amerika, dat het gaat om miljoenen hectares die op dit moment voor soja worden gebruikt. Vanuit Argentinië, het gaat naar Brazilië, gaat het naar Afrika. Op dit moment wordt er vanuit Latijns-Amerika geïnvesteerd in Mozambique. Dus dat einde van het proces is nog niet in zicht.
Ook in Azië, als we kijken naar wat er allemaal aan landerijen wordt, wat er allemaal aan oliepalm wordt verbouwd. Ook dan, dan kan je zeggen van ja, die 45 miljoen, het gaat eigenlijk om veel grotere arealen. En we moeten eigenlijk toch dat proces niet onderschatten. Dat gaat veel sneller en agressiever dan dat we denken. En zeker op dit moment met discussies over klimaatsverandering zie je dat er steeds meer land ook wordt aangekocht voor het realiseren van herbebossingsprojecten, de beroemde RED-projecten, Payment for Environmental Services, die nemen een vlucht. En ook als het gaat om renewable energy, er worden overal dammen neergezet in Vietnam, in Mexico. En als je al die arealen bij elkaar optelt, dan moet je je toch beginnen zorgen te maken. Gelijktijdig, want dit zijn natuurlijk allemaal type investeringen die direct of indirect te maken hebben met het streven naar duurzaamheid. En op een of andere manier een tegenwicht zouden moeten bieden aan klimaatsverandering. Maar naast deze drivers heb je ook nog de wat ouderwetsere drivers. Andere investeerders die om andere redenen ook op zoek zijn naar land. In sommige regio's, zoals bijvoorbeeld Patagonië, hebben Amerikaanse en Europese miljonairs zijn al lang eigenaar geworden van gigantische arealen. En nou, het beroemde voorbeeld is de familie Benetton, die dan in Patagonië een bedrijf heeft van 1 miljoen hectare. Een schapenfarm, maar er zijn andere voorbeelden. In ieder geval komt erop neer dat Patagonië voor een heel groot deel in privéhanden is. Zelf, ik heb vroeger onderzoek gedaan in Paraguay. Een voorbeeld wat ik ook graag noem is bijvoorbeeld dat de Moon-secte in Paraguay ook een bedrijf, of in ieder geval 500.000 hectare heeft gekocht. Eigenlijk bedoeld om een soort no-go area van anderen te worden. Dus eigenlijk een soort areaal, een territorium waar anderen niet binnen konden. En op het moment dat ze dat kochten, kochten ze ook een stadje mee, Puerto Maldonado. En inmiddels is dat allemaal wel weer geregeld. Maar om aan te geven de schaal waarop landaankopen plaatsvinden en het feit dat soms per ongeluk plaatsjes worden meegenomen. Het gaat nog om andere dingen natuurlijk. Het gaat om mijnbouw. De landgrab gaat vaak niet alleen om de zoektocht naar land om daar iets te verbouwen, maar het gaat om mineralen. En in heel veel gevallen gaat het ook om de aankoop van land om toegang te krijgen tot water. Zeker landen die zich zorgen maken over duurzaamheid, die zijn naastig op zoek naar zekerheid dat ze ook op termijn toegang hebben tot voldoende water. Voor de rest gaat het natuurlijk om toerisme, residentieel toerisme, ook als een aparte vorm van toerisme. Steeds meer mensen, ook in Nederland, die vinden het gezellig om een huis te kopen in Suriname. Op veel grotere schaal gebeurt dat in Mexico, Panama, Costa Rica, waar heel veel Amerikanen hun toevlucht zoeken nadat zij zijn gepensioneerd. En dat is een hele ruimteintensieve vorm van toerisme. Dat heeft vaak te maken met een real estate boom. Er worden grote complexen gebouwd die als een soort gated community erg bepalend is voor wat er lokaal gebeurt. Urbanisatie. We weten allemaal dat de afgelopen periode heel sterke urbanisatieprocessen hebben plaatsgevonden. En rondom die steden heb je sterke processen van speculatie. Grondprijzen gaan omhoog. En je ziet dat steeds meer landbouwgronden worden opgeofferd om uiteindelijk urbaan grondgebied te worden. En als allerlaatste wil ik noemen migratie. Want met de globalisering, en daar begon ik eigenlijk mee, zijn heel veel, zeker vanuit ontwikkelingslanden, migranten zijn inderdaad verspreid geraakt over de wereld. Sturen remittances naar huis. En een heel dankbaar gebruik of investeringsobject voor migranten is het kopen van land in hun herkomstgebied. Nou, in ieder geval, wat belangrijk is, ik wil alleen maar benadrukken van het gaat niet alleen maar om die grondaankopen voor voedsel en voor biofuels. Op wereldschaal zie je gewoon dat lokale grondmarkten om heel veel verschillende redenen onder gigantische druk staan. En je ziet op heel veel plaatsen dat de grondprijzen heel sterk omhoog gaan. Nou, wat zijn daarvoor nou de gevolgen voor duurzaamheid?
Eerst kan je kijken ecologisch. Wat betekent het ecologisch? En dan kan je kijken naar het feit dat samen met die grondaankopen ook heel veel nieuwe monocrops worden geïntroduceerd. Ik had het over soja, oliepalm, et cetera. Hoe dan ook, het is een horizontale strategie, ruimte-extensief. En in heel veel gevallen gaat het ook samen met ontbossing in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen van ja, maar in andere gevallen gaat het helemaal niet ten koste van het milieu, want de grond wordt juist gekocht om het milieu te behouden. Maar in die gevallen zie je dat het weer niet zo gunstig is voor de sociale en de economische duurzaamheid van de mensen die er wonen. Want heel veel lokale bevolkingsgroepen worden buitengesloten. Hè. Op het moment dat de eigenaar wordt, privé-eigenaar van een stuk bos, betekent dat voor de lokale bevolking vaak dat ze niet meer toegang hebben tot die natuurlijke hulpbronnen. Je ziet ook dat degenen die vrijwillig vertrekken, want in heel veel gevallen worden mensen dus gecompenseerd, die kunnen dan door de stijging van de grondprijzen niet op dezelfde plek grond terugkopen. Dus wat er dan gebeurt is, dan zie je dat groepen mensen naar nieuwe gebieden trekken en zich eigenlijk vestigen op gebieden die kwetsbaarder zijn. Dus dat is vanuit ecologisch perspectief niet gewenst. Steeds meer mensen wonen in gebieden die eigenlijk niet zo heel geschikt zijn voor bewoning. En wat ook een indirect effect is, dat doordat die grondprijzen zo sterk stijgen, zie je dat landen zoals Costa Rica, die eigenlijk vroeger bekend stonden als natuurvriendelijk. Hè. Costa Rica is een land waar heel veel natuurparken werden beheerd door de overheid zelf. Die beschermde de natuur. Maar op dit moment zie je dat de grondprijzen zo hoog zijn dat de Costa Ricaanse overheid zich niet meer kan veroorloven om stukken grond aan te kopen om dat vervolgens als natuurpark te beheren. En ook die landen die op een of andere manier nog plannen hadden om iets aan sociale landhervormingen te doen, dus het land aankopen om te verdelen onder de eigen bevolking, ook daar zie je dat dat steeds ingewikkelder wordt, ook voor landen als Brazilië bijvoorbeeld. Dan de economische duurzaamheid. Op een of andere manier valt daar nog niet zo heel veel over te zeggen. Want ook door de crisis, er is heel veel over geschreven, al die nieuwe investeringen, aankopen van land door allerlei bedrijven. Maar je ziet dat eigenlijk heel veel van die aankopen op dit moment nog niet echt hebben geresulteerd in zichtbare resultaten. Dus het is nog niet zo heel erg duidelijk wat er gebeurt. Maar voor zover er wordt nagedacht over hoe je nou ervoor kan zorgen dat deze investeringen in land een bijdrage kunnen leveren aan lokale ontwikkeling, heeft men in het internationale debat in ieder geval, wordt er heel veel nadruk gelegd op het belang van responsible investment. Dus er worden guidelines opgesteld. Via die guidelines en richtlijnen verwacht men in ieder geval van als we nou maar goede afspraken maken, dan kunnen we ervoor zorgen dat die investeringen zodanig worden gedaan dat de lokale bevolking ervan kan profiteren. Maar er zijn verschillende redenen waarom die responsible investment niet tot hele bevredigende resultaten lijken te leiden. En ik zal er een paar noemen. Heel vaak gaat het in die richtlijnen om bijvoorbeeld het feit van je mag een stuk grond kopen, maar dan moet je wel zorgen dat de lokale bevolking wordt geconsulteerd. En in ieder geval wordt gecompenseerd. Maar dat is natuurlijk heel beperkt. Je hebt het vaak over gebieden waar mensen weinig alternatief hebben. Dus compensatie van wat? Moet je mensen dan een bedrag bieden? Maar wat kunnen ze dan met het bedrag? Ze kunnen vaak niet met datzelfde bedrag op dezelfde plek grond terugkopen. En ook consultatie is vaak maar een heel symbolisch proces. Je kunt elkaar consulteren, maar als je daarna als een hele machtige partner zorgt dat je je investering doorzet, dan geeft dat weinig garantie dat het goed afloopt. Een ander probleem is, je kunt proberen om goede afspraken te maken, maar die afspraken zijn heel vaak geheim en ondoorzichtig.
Soms maken investeerders afspraken met nationale overheden. En in die gevallen komt het vaak voor dat nationale overheden andere belangen hebben dan lokale overheden. Denk trouwens ook over het feit dat eigenlijk het heel interessant is om ons te realiseren dat er heel lang is geprobeerd om de nationale staat, zeg maar, weg te werken als belangrijke actor. Maar opeens zie je dat die staat weer een hele belangrijke rol vervult. En de lokale overheid is in heel veel gevallen niet sterk genoeg om tegenwicht te bieden. Dus het kan best zijn dat er goede afspraken worden gemaakt, maar dat is dan tussen de nationale overheid en de investeerder. En de lokale overheid en de lokale bevolking, ja, hoeft daar niet noodzakelijkerwijs veel van te weten. Het is ook vaak onduidelijk wie er dan toezicht houdt. En als bijvoorbeeld een bedrijf zich niet aan afspraken houdt, ja, wat zijn dan de gevolgen? Wie kan dan met maatregelen komen? Er zijn geen sancties eigenlijk. Een ander probleem is van ja, willen we die richting op? Dat je eigenlijk bij denken over ontwikkeling, dat je naar een soort onderhandelingstype van ontwikkeling gaat, waarbij je van case tot case gaat proberen om te reguleren. Moet je voorstellen in Nederland, als er verschillende investeerders in Nederland, in de Flevopolder, land willen kopen, en rondom elke investering maak je andere afspraken. Dat geeft ook een heel vreemd soort diversiteit. Die dus enerzijds niet echt doorzichtig is, want wie weet wat voor afspraken er zijn gemaakt. Maar je kunt je eigenlijk ook niet veroorloven, als je een heel goed beleid wil voeren, om te maken te hebben met investeerders in verschillende gebieden die allemaal andere spelregels hebben. Dus het is heel erg ingewikkeld om case-to-case solutions te bedenken, die geen onderdeel zijn van een bepaald legaal kader. En ja, die alleen maar leiden tot een diversiteit, een soort mozaïek, waarvan een nationale overheid die bijvoorbeeld van plan zou zijn om een goed beleid te maken, een landbouwbeleid, dat is eigenlijk nauwelijks levensvatbaar. Een ander punt is dat bij die discussies over richtlijnen en responsible investment wordt heel gemakkelijk altijd gesproken. Je hebt de investeerder en je hebt de lokale bevolking. Maar wie is die lokale bevolking? Dat is eigenlijk een heel statisch beeld van dat je een lokale bevolking zou hebben die je op een of andere manier tevreden gesteld kan worden. Want op het moment dat die investeringen echt tot werkgelegenheid zouden leiden, dan kan je er in ieder geval zeker van zijn dat nieuwe groepen zich rondom die investering zullen vestigen. Dus elke signaal wat ieder signaal wat lijkt op ontwikkeling zal worden beantwoord door de bevolking, door migratie, immigratie. En hoe ga je dan om met die nieuwe groepen die zich rondom zo'n toekomstige werkgelegenheidsplek zullen vestigen? Ook als je kijkt in het kader van die responsible investment onderhandelingen. Heel vaak zijn bedrijven, omdat ze sociaal willen zijn, bereid om er een schooltje aan toe te voegen. Wij gaan investeren en dan geven we een schooltje aan de bevolking. Maar als ik zo dit vergelijk met de hele discussie over de ontwikkelingssamenwerking van de afgelopen periode, word ik ook wel eens bang dat we eigenlijk weer teruggaan naar een weg waar we vanaf aan het wijken waren. Want we hebben heel lang ons best gedaan om van de ouderwetse ontwikkelingsprojecten af te raken. Die fragmentatie, dat werkte niet. En we moesten zorgen dat er goed werd gecoördineerd, et cetera. En nu zie je dat rondom deze discussies weer ouderwetse ontwikkelingsprojecten gaan ontstaan. En dat er ook sprake is van een soort fragmentatie. Dus heel ingewikkeld allemaal. Dan sociaal. De sociale, wat zijn de gevolgen voor de sociale duurzaamheid? Die lokale gevolgen zijn vaak heel ingrijpend. Mensen hebben niet langer, mensen die wonen in de buurt van plekken waar dit soort investeringen plaatsvinden, die hebben vaak niet meer vrije toegang tot die natuurlijke hulpbronnen. Men wordt ook in het dagelijks bestaan, men wordt niet geconsulteerd, men wordt opeens geconfronteerd met nieuwe, vaak externe actoren.
die vaak ook absenteïstisch zijn, dus die niet eens zichtbaar zijn, maar wel heel veel invloed uitoefenen. En eigenlijk is er sprake van een soort proces van, ja, wat ik zou willen noemen, foreignization, waarbij de veranderingen van buiten komen en waarbij men lokaal eigenlijk nog maar in hele beperkte mate invloed kan uitoefenen op wat er gebeurt. Dus ja, dit soort ontwikkelingen leidt. Enerzijds is het een voortvloeisel uit globalisering en het feit dat de wereld veel interconnected is geraakt, maar het leidt in dit soort landen en dit soort gebieden vaak tot fragmentatie, tot enclosure, tot toenemende mobiliteit. En dan vaak in de richting van de gebieden waar je eigenlijk niet zou moeten gaan wonen. Zeker niet als je wilt voorbereiden op de effecten van klimaatverandering. Nou, laat ik naar de conclusies gaan. Ik heb geprobeerd te laten zien dat ons streven in Nederland naar duurzaamheid vaak haaks staat op de scramble for land die op dit moment plaatsvindt in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. En ook dat het einde hiervan nog niet in zicht is. Ik heb ook geprobeerd om te laten zien dat een deel van de land rush het resultaat is van maatregelen die worden genomen om antwoord te geven op de klimaatcrisis. De biobrandstoffen, de RED, de renewable energy. Dus het is op een bepaalde manier zit daar een paradox. Wij beogen een positieve bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. We doen dat op allerlei manieren, maar dat resulteert in dit soort landen tot een soort averechts effect. Een ander deel, want ik had het ook over toerisme, maak me ervan bewust dat wij wel streven naar duurzaamheid. We willen daarin wel investeren, maar we hechten toch ook wel aan ons luxe leven. We willen wel gewoon blijven reizen. En het is niet voor niks dat er wordt geïnvesteerd in toerisme en al die complexen, et cetera. Dat is voor ons uiteindelijk. Ik denk ook dat we kunnen constateren dat vooralsnog die landrush geen substantiële bijdrage heeft geleverd aan lokale ontwikkeling. Zoals door de voorstanders wordt betoogd dat er allerlei mogelijkheden zijn om in de armere landen ervoor te zorgen dat er eindelijk ontwikkeling bestaat. Ik heb geprobeerd een aantal voorbeelden te geven waarom die guidelines for responsible investment in heel veel gevallen maar een hele beperkte bijdrage zullen leveren aan wat er gebeurt. En ik kan daar nog aan toevoegen bijvoorbeeld. Het is wel mooi, wij als Nederlanders zijn misschien wel bereid om die responsible investments te doen of om investments responsible te maken. Maar het grootste deel van de investeerders is helemaal niet zo overtuigd van de noodzaak om al die richtlijnen te volgen. Ik had het over China misschien nog wel. Maar er zijn ook heel veel lokale investeerders die eigenaar zijn geworden van land. Ook bij wijze van conclusie, deze ontwikkeling die ik heb beschreven lijkt te leiden tot foreignization, tot fragmentarisatie. En voor zover hij leidt tot mobiliteit, levert het een bijdrage aan extra urbanisatie, een extra versnelde urbanisatie. Want heel veel mensen die worden verplicht om op te schuiven, zullen ervoor kiezen om naar de stad te gaan. En dat op zich, de snelle stedelijke uitbreiding, legt ook weer een beslag op die grondmarkten. Maar als laatste dilemma, en daar denk ik dat dat de belangrijkste is. Als ik kijk wat er op dit moment gebeurt aan in Latijns-Amerika, Afrika, Azië, binnen dit soort gebieden, is het toch een heel groot dilemma. Blijft het hoe die welvaart daar kan toenemen zonder dat er een extra beslag gelegd wordt op die natuurlijke hulpbronnen. Dus hoe je dat nou moet combineren, duurzaamheid en er toch voor zorgen dat mensen het beter krijgen, daar is eigenlijk nog heel weinig over bekend. Tot slot, de rol van de wetenschap. Ik heb 4 punten. Eerste punt heeft te maken met het feit dat in duurzaamheidsonderzoek in het algemeen vaak heel veel nadruk wordt gelegd op het maken van scenario's en modellen. Daar had Paul Snabel het net ook over. En ik was vorige week in een conferentie in Afrika over klimaatverandering. Ik heb kritisch geluisterd. En wat weten we nou eigenlijk op dit moment feitelijk van de klimaatverandering? Dat is enerzijds dat de temperaturen stijgen op heel veel plekken in de wereld. En anderzijds dat als het om de neerslag gaat, dat er sprake is van steeds meer variabiliteit. Dus eigenlijk weten we het allemaal niet meer zo goed. En wat ook duidelijk is, is dat de effecten, dus eigenlijk komt er op meer de impact van de klimaatverandering, kan alle kanten uitgaan. Dus we weten wel wat er aan de hand is, maar als het gaat om de impact,
dan hangt het er bijvoorbeeld van af hoe de insecten zullen gaan reageren, of het positief uitwerkt of negatief uitwerkt. Dus dat is in ieder geval heel erg duidelijk geworden, dat de richting van het effect is heel onduidelijk. En wat we weten is eigenlijk alleen maar dat dat wat er gebeurt onvoorspelbaar is. En ook dat wat er gebeurt, dat dat per definitie heel lokaal zal zijn. En dat staat volgens mij wel haaks op, ja, dat wij proberen juist via de scenario's het toch weer voorspelbaar te maken. Ik denk dat we er op een gegeven moment moeten we er ons ook bij neer gaan leggen dat juist de onvoorspelbaarheid hetgene is waar we rekening mee moeten gaan houden. En ja, de scenario's zullen ons wat dat betreft misschien toch niet zo helpen zoals wij zouden willen. En zeker ook niet omdat het allemaal de effecten zo plaatselijk zijn. Daarom, en ik ben geograaf, hè, ik denk dat als het gaat om de bijdrage van de wetenschap en zeker vanuit de geografie, ik denk dat het heel erg belangrijk is om vooral ook op de grond te blijven. En vanuit livelihood perspectief te kijken wat de aspiraties zijn van mensen. Ook hoe mensen reageren op veranderende omstandigheden. En daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. We weten daar al heel veel van. Hè, dat geeft ons een beeld van resilience. Hoe mensen reageren op shocks en stresses. Ik denk dat het heel belangrijk is om daarmee door te gaan. En ook niet te vergeten dat er niet sprake is van een bevolking, maar dat je jongeren hebt en ouderen hebt. En als het gaat om ja, de problematiek waar ik het over heb, is het heel relevant om waar het gaat om de jongeren te onderkennen dat heel veel jongeren ja, andere aspiraties hebben dan de oudere generaties. Heel veel jongeren in plattelandsgebieden in Azië, Latijns-Amerika, Afrika, hebben niet zo heel veel fiducie meer in een toekomst op het platteland. En ik denk ook dat we heel veel onderzoek moeten blijven doen naar de dynamiek zoals die bestaat. En ook wat ik net noemde van ja, lokale bevolking, ja, die bestaat eigenlijk maar tijdelijk. Want op het moment dat er iets interessants gebeurt in een gebied, ja, zal de lokale bevolking geconfronteerd worden met nieuwe bevolkingen die ja, zich daarbij zullen voegen, terwijl andere groepen naar elders gaan. Dus de mobiliteitskanten, denk ik, is iets wat heel erg belangrijk is om ja, ook uitspraak te kunnen doen over duurzaamheid. Derde punt, ik denk dat in sociale wetenschappen tot nu toe, en zeker ook in de geografie, dachten we altijd in regio's. Je had de ontwikkelingslanden en je had het Westen. Ik denk dat zeker als het gaat om deze problematiek, juist de samenhangendheid heel belangrijk is. Je moet proberen te begrijpen hoe datgene wat wij doen van invloed is op wat daar gebeurt en vice versa. En dat als je kijkt naar effecten en ook probeert toch te voorspellen, dat je niet genoegen moet nemen om alleen maar te kijken wat een effect is. Want een effect kan zijn dat bijvoorbeeld rondom investeringen een bepaalde groep verplicht wordt om te vertrekken. Maar je moet dan ook verdisconteren dat die groep vervolgens zich zal vestigen in een ander gebied. En dus eigenlijk een hele keten van effecten zal genereren. En uiteindelijk gaat het om het totaalplaatje wat je nodig hebt om iets verstandigs te kunnen zeggen. Dus het gaat op niet alleen om het effect, maar het gaat om een keten van het effect. Het effect op effect op effect. Helemaal als laatste, wetenschap en ja, beleid. Hoe worden problemen geframed? En wat mij erg opvalt op dit moment is waar vroeger werd gesproken over ontwikkelingsprocessen. En later over duurzame ontwikkeling. Werd er langzamerhand meer gesproken over armoedeproblematiek. Dus het werd niet meer over ontwikkeling gesproken, maar over hoe moeten we nou de armoedeproblematiek oplossen. En op dit moment zie je dat ook niet meer over armoedeproblematiek wordt gesproken. Dus niet meer over ontwikkeling, niet meer over armoede. Het gaat nu om klimaatverandering, voedselzekerheid. Hè, hoe kunnen we de voedselzekerheid, de global food security garanderen? En hoe moeten we omgaan met landgrab? En het zijn allemaal parallelle debatten. Die debatten die raken elkaar ook niet. En al die debatten leveren ander soort conclusies op. Bijvoorbeeld de conclusies, het klimaatveranderingsdebat. Dat gaat over mitigatie, over adaptatie en over mogelijkheden die er bestaan om ontwikkeling meer climate sound te maken. Dat levert een bepaalde set aan maatregelen op. Discussies over de
hoe je nou de global food security kunt garanderen, levert vaak discussies op over, ja, moet je nou de kleinschalige landbouw in stand houden, of kan je niet beter grootschalige landbouw stimuleren? En moet je niet met genetisch gemodificeerde variëteiten gaan werken? En de landgrab discussie, die gaat dus over van, ja, hoe kunnen we nou voor zorgen dat die investeerders zich houden aan de spelregels zodanig dat de lokale bevolking kan profiteren. Het gaat eigenlijk niet meer over ontwikkeling. Het gaat over, ja, steeds meer gefragmenteerde problemen, et cetera. En ik denk dat de rol van de wetenschap is ook om kritisch te blijven kijken van, zijn de problemen zoals die op dit moment zijn geformuleerd, is dat wel het echte probleem? En in relatie tot het onderwerp waar ik dan vandaag over heb gesproken, zou ik een pleidooi willen houden om, ja, toch in plaats van al die deeldebatten eens een keer een hele goede substantiële discussie te hebben over hoe moet je nou omgaan met land en water, hè, op een globale schaal? En laten we eens gewoon terugkijken van, was het eigenlijk wel een goed idee, hè, dat neoliberale beleid met die commoditization van nature? En ik vind eigenlijk, naarmate ik er langer over nadenk, dat het heel vreemd is dat we daar niet over spreken. Dus ik zou erg, ik vind dat de wetenschap een belangrijke taak heeft om, ja, de problemen goed te blijven identificeren en om ervoor te zorgen dat de discussies gaan over de onderwerpen waar het werkelijk om draait. En ik wou hier stoppen.